Zo ziet een vakantie van 10.000 euro eruit. En zo ziet een vakantie van 100 euro eruit. Never trust a hippie. Wow. Dezelfde vriendengroep, twee verschillende vakanties met maar één doel. Erachter komen wat leuker is. Een goedkope vakantie of een dure vakantie. Wat denk je zelf? Ik had alles geregeld en alles betaald, dus de boys hadden geen idee waar we heen gingen. Waar denken jullie dat we heen gaan? Ik dacht gewoon bij jou thuis ging PlayStation. Ik denk bij jou Weiland of België. Oké, ik kan jullie wel één ding verklappen. We gaan naar het buitenland. Yeah! Ik vraag jullie om een gokje te wagen. Sardinië. Antalya. Iran. Doritos. Ik hoor jullie denken, wie de f*** zijn deze gasten? Nou, dit is Paul. Iedereen houdt van Paul. Hij is grappig, spreekt Catalaans. Hola. En kent geen schaamte. Paul is zo iemand die op vakantie gaat naar Tsjernobyl voor de lol. Jart, de jongste van de groep. Vroeger had hij nog social media en was hij rolstoelmeneer in Spangas. Tegenwoordig heeft hij een baard. Zit hij op de toneelschool. Yo. Droomt hij van een gouden kalf en telefoneert hij in de zee. Ik heb nu een lijn, ja. Okay. Maxime, deze man betovert vrouwen. Ik overdrijf niet. Je hebt Maxime vaker zien tongen met willekeurige vrouwen dan dat ik hem heb horen praten. En het mooie is, het lijkt wel alsof hij er geen moeite voor hoeft te doen. Een natuurtalent. Quinte, deze knakker ken ik al sinds groep 2. En toen al was hij geobsedeerd met geld. Deze man wil serieus elk uur geld verdienen. Ja! Hij kon helaas niet mee naar de goedkope vakantie. Drie keer raden waar hij zo druk mee was. En dan hebben we nog Peter. Je kent hem wel, van die goede oude Siddemese tijden. Inmiddels is Peter junior een vrije geest. Zijn grootste droom? Zijn eigen secte op Costa Rica, waar mensen alleen polygaam mogen zijn en de hele dag aan de ayahuasca zitten. Dit filmpje is een movie. Deze vakantie kost 100 euro. Het verblijf is al betaald. Dit hebben we nog over. 50 euro. Weet je wat we ook hebben? Een briefje papier. Oh! 500 euro. Ja. Maar nog... Waarom verspil je nou 500 euro? Dit is tegen de regels. Nu gaan we jullie even vertellen waar we heen gaan. Kijk, we zijn een beetje nerveus. Want aan de ene kant is het gewoon een vette plek. Aan de andere kant is het ook weer niet zo vet. Als je op de goede plek gaat, is het mooi. En wij gaan dus naar de goede plek. Oké, zullen we het zeggen? Ja, zeg jij het. Oké, we gaan naar... Glamping. Camping en glamping in Boomgaard. Hé, hey, bij Kleven, dat is nice, man. Kleven is wel nice. Ik heb er nog nooit van gehoord. Kleven, dat is Duitsland. Mallorca. Eiland met supermooie blauwe stranden en allemaal zuipen. Ja hoor, daar gingen we. Eén nachtje op een holistische camping in Duitsland versus één week in Mallorca. Och, nou, wat zou er leuker zijn? Ik weet niet wat dit is. Het zijn allemaal hele grote kruisen bij de faciliteiten. Het zijn geen faciliteiten. Hey, wie is penningmeester? Ik denk dat jij het beste. Oké. Okay. Hey, maar we zijn vandaag op pad met Indiana Jones. We zijn helemaal zo... We rennen even alsof er een bal achter je zit. Indiana Jones! Zo, het is wel warm. Tropisch, kaolotropisch, het is zeer warm. Voor beide vakanties waren er natuurlijk boodschappen nodig. Laten we even een lijstje maken, wat willen we? Je mag overigens alles zeggen, want tegenwoordig bliep ik al mijn scheldwoorden. Ik heb laatst met Nina Waan, ik heb een kart in de... Daarna brak de nek. Wat willen we? Willen jullie een pastaatje? Dat is echt cheap. En dan doen we groente en dan een klein proteïnetje. Ja. En naar de prostituees. Want in Duitsland zijn ze heel goedkoop, mijn kleine kinders. Vraag maar aan deine Vater. Oké, maar een komkommetje voorbij het zwembad. Ja, lekker. Een komkommer voorbij het zwembad? Ja, voor je Mijn vrienden dachten dat we met z'n vieren die Deutsche campingplaats onveilig gingen maken. Maar wat ze niet wisten, was dat er een vijfde compaan aanwezig was. Boys, we zijn er. Ja. Ik heb een verrassing voor jullie. Oh. Kijk eens achter je. Nee, joh. Nee! Wat de f***? Nee! Dat is zo leuk. Wat een domme reizen, hoor. Never trust a hippie. Bro. En terwijl we in Duitsland rustig ons tentje aan het opzetten waren, zag ons stekkie in Mallorca er net even anders uit. Spang. Spang? Spang awesome. Goed, Mallorca. Beetje zwemmen, chillen, vreten. Dag 2. We gaan vandaag iets doen wat mensen doen die geld moeten uitgeven. Namelijk... Balletje hoor. Rustig bro. Nou, voor het eerst met zo'n ding. In Duitsland moesten Peter en ik met z'n tweeën in één tent slapen. Laat het eerlijk zijn. Hij kan echt dicht. Jullie hebben een hoogslaper. Wai. Dat is wel een beetje... gewoon helemaal niet chill. Je kunnen we heel goed... We gaan lekker koken. Met zonder gasfles. We hebben geen gas. We hebben geen gas? Nee. Echt? Gewoon niet? Nee, we hebben letterlijk geen gas. Lol.
Dit is erg jammer. De rest boeit het ook vrij weinig. In Mallorca was het inmiddels tijd voor een geile fotoshoot op het strand. S'avonds tanto harde chaps. Hey, dit lijkt op... En tequila als toetje. En als dat ook niet gek genoeg was, had Jart iets geregeld wat niemand zag aankomen. Maar eerst. Je hebt hier toch een partijtje faciliteiten. Vorken, panden. Je betaalt dus 50 cent voor een beetje gas. Nou, geloof het of niet, dit is bijna een soort filmset waar we beland zijn. Want wij hebben hier een dinertafel. Daar word je bang van. Illuminati. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Goed aan die kip, lekker veel kip. Ja. Wel veel te erg gebakken hoor. Och, wat hadden we het naar ons zin. Maar waar we het pas echt naar ons zin hadden, Mallorca. Want daar had Jart geregeld dat we in de ziekste VIP ooit komen. I can't take no loss, I don't even know what it costs. Oké, dit ziet er misschien dope uit, maar deze beelden hebben we misschien gewoon van internet gehad. Ik ga eerlijk met jullie zijn. Dit was de meest trieste VIP op onze planeet. Dit was letterlijk 4 vierkante meter aan rieten tuinmeubels. Maar boeien, we hadden de tijd van ons leven. In Duitsland ging het er ook ruig aan toe. Gaaf, hè? Zo dom. Als je dacht dat het leven op een Duitse camping zwaar was, nou, in Mallorca, daar hadden we het pas zwaar. Goedemorgen, het is gepartied gisteren, dat was niet helemaal de bedoeling. Pool bijna beroofd, huissleutel kwijt, 300 euro lichter. Nu is het weer 9:30, want we gaan op een boot. We hebben letterlijk 3 uur geslapen. En we moeten over 30 minuten weg. Dus we gaan eens koud hard wakker maken. Zes paracetamols, 3 barfjes en 18 koffie later was het gelukt hoor. We zaten op die boot. Mocht je ooit een naaktloper zien in de buurt van Kleve, Duitsland, bel dan onmiddellijk de politie, want deze jongen is levensgevaarlijk. What the f***? Wow. Als je alle dure speeltjes wegneemt, blijft er voor een man nog maar weinig over. Hijzelf en zijn pen. Niet alleen in Duitsland gingen we op onderzoek uit. On your flashlight. Press E to put on your flashlight. Mocht je dit niet echt kunnen volgen, geen stress. Je bent niet de enige. Onze vriendengroep is een soort labyrint van inside jokes, dus daarom ben ik er, om alles een beetje context te geven. Hier doet Quint alsof hij uit een videogame komt. Come quick, I found something. En nu doet Jart ook mee. Safety is our first priority. En de rest ook. What are you looking for? This might be what you're looking for. What are you waiting for? This might be what you are looking for. Press X to give him food. This is what you get. Misschien is het tijd om even terug te gaan naar Duitsland. Heb je spelletjes op je telefoon? Nou, hier was het ook niet veel beter. Maar hey, je weet wat ze zeggen. Waar die party niet naar toekomst, dan zullen we naar die party gaan. Maar we zijn met toch een stelletje kerels bij elkaar, joh. En wat doen echte kerels? Inderdaad. Maxim Nunovic, you have outdone yourself! En zo kwam er een einde aan dag 3 in Mallorca. Paul en Maxime zijn aan de dans ontsprongen en zijn gewoon aan het chillen. Maar de echte strijders zijn er nog! Yes! Ik zei, de echte strijders zijn er nog! Ja! Yeah! Wat gaan de echte strijders doen? Opruimen! We leken wel 4 doorgesnoven schoonmakers. Maar het enige wat Maxime en Paul aan het snuiven waren, was cultuur. Ja, of deze, 90k. Die leek me hard. Of anders iets minder, 50k. Welke mag ik? Nee! Het is dag 4 van de 10.000 euro vakantie. Tot nu toe gaat het vlekloos. We hebben het huis opgeruimd. Gewoon chillen.
Maar de 10.000 euro is op. Ik heb vanochtend even de status gecheckt. Ik ga nou niet ineens zeggen van jongens, nu is het klaar, weet je wel. Nu kunnen we niet meer eten. In Mallorca vloog het geld er doorheen. Maar in Duitsland hadden we ook moeite om binnen het budget te blijven. Dit shot ziet er misschien onschuldig uit, maar dat is het niet. Onze 100 euro was op, dus trok Jart zijn eigen portemonnee. Jart, we hadden één taak, god... What's up boys, what's poppin' hoppin'? Hey camera, daar ben ik helemaal aan gewend, want ik ben acteur en ik ben gewoon gewend dat Kelvin ook altijd filmt. Dus dit is gewoon voor mij normaal, ik ga niet anders doen of whatever, dit is gewoon een camera. Wat sta jij tussen de vuilnis? Daar hou ik van man. Omdat je daar thuis hoort. We gingen vroeg naar bed, behalve Maxime en Peter. En dan te bedenken dat die Peter niet drinkt. Nul. Eigenlijk was Peter een soort Uber voor Maxime, zodat hij nog een Spaanse señorita aan de haak kon slaan. Eindstand, niet gelukt. Morgen. Terug. Alleen voor het geld ik dus beide de... Wow. Oké. We hebben gisteravond alle geld opgezopen. Het waren ongeveer 6 biertjes op toch wel een van de meest saaie uitgaansgebiedjes waar ik ooit ben geweest. Kleven. Mocht je uit Kleven komen of je komt hier vaak, je bent groot fan van Kleven, dan spijt het me echt. Dan heb je echt geen smaak. Hoeveel geld hebben wij nou gisteravond? Ja, want jij zou de kas in de gaten houden. Daarom ben je penningmeester. Volgens mij is het een beetje op. Er is dus 0 eurocent meer over. Zeg het nog, we zijn eigenlijk vol in de min. Het is vroeg. Gisteravond is een deel van ons naar bed gegaan en een deel van ons is naar de gegaan. Wij zijn niet naar de dus weggegolfd. We waren pensionado's. Oi, op de green. Let's go, baby. Zo mooi, jezus. Kijk even. Jammer dat ik met zo'n lelijke gast ben, maar hey. Handtekening of koffie, wil je dat doen? Ja, en op de foto. Mijn kinderen zijn helemaal gek op jou. Oh nou. Ik heb ze gisteravond gehad, iemand zei Calvijn. Nou, wij hebben ook geen geld meer. Nee, je hoeft niks te betalen. Ja, nou fijn. Mijn koffie. Het is met liefde gezet voor jullie. Ja, dat is nice. Top. Kijk, hey, top. Toppie. Hey. Gratis koffie, leuk. Maar weet je wat pas leuk is? Oké, die buggies op Mallorca zien er misschien dope uit, maar geloof me, dat viel wel mee. Afgrijzelijk idee was dit. Ja. En wij zaten echt te rijden en toen zeiden we tegen elkaar, waarom doen we dit eigenlijk? Peter zegt net, het voelt alsof we in een airfryer zitten. Ja, het is afgrijzelijk. Ja, genoeg om over te klagen. En dan hadden we ook nog een of andere Mike als tourguide, die nou niet echt plezier had in zijn werk. Oh, sorry. Gooi even die cringy quote op. Oké, klaar voor? Ja. Deze en, oké, en 3, 2, 1. We love Mallorca! Yes, it's me, Mario! Yeah. Mike was blij dat hij van ons af was. Snap ik wel. Okay, Mike, you like us? Thank you. In Duitsland was het ook tijd om afscheid te nemen. We verlaten deze prachtige, serene, holistische plek. Voor 100 euro vakantie, vertellen hoe het was, hoe het vond, hoe je gaaf. We hadden beter kunnen budgetteren. Dan let ik in de schulden. Daarom? Dat is jouw schuld. Nee. We weten allemaal dat die bako gewoon totaal niet had gehoeven. Nee, dus eigenlijk is het ons gelukt op Jartna. Ja. Vanavond is het laatste avond, dus we gaan nog even een avondje naar de... Dat hoor je te doen, hè, op vakantie. Laten we eerlijk zien. Alhoewel we op de dure vakantie veel meer verschillende dingen hebben gedaan, hebben we ons op de goedkope vakantie ook prima vermaakt. Zolang je maar met leuke mensen bent. Maar deze video heeft me wel een heel belangrijke les geleerd. Namelijk hoeveel budget je ook hebt voor een vakantie, er valt altijd wel iets te zeiken. Het golven was afschrijzelijk heet. Bloed heet. Zelfs je reet is gewoon... Die buggies waren ongelooflijk heet. Peter zegt net, het voelt alsof we in een airfryer zitten. Guy is zo'n knijp.